Vanmiddag vindt op de Molenplaats Sonsbeek het nieuwscafé plaats over een thema dat de gemoederen al geruime tijd bezighoudt. De herinrichting van het Gele Rijdersplein. In de aanloop daarnaartoe sprak RTV Arnhem-verslaggever Floris van Loon met de voorzitter van de ondernemersvereniging Citycentrum Arnhem, Veronique Gada. Wat speelt er zoal op het moment op het Gele Rijdersplein? Nou, zoals iedereen weet, de auto's zijn daar nu definitief weggehaald. En dat betekent, het was al geen parkeren meer voor bezoekers. Maar het was vooral alleen parkeren nog voor bewoners en ondernemers. Ze hebben het plein nu leeggemaakt. Er wat bankjes geplaatst. En ze zijn nu aan het kijken. Ik vind het eigenlijk altijd de verkeerde volgorde. Maar ja, dat is een gelopen race. Ze zijn nu aan het kijken wat er eventueel moet en gaat gebeuren met het plein. En dat betekent dus dat ze aan het kijken zijn, moet die pergola daar blijven? Waar moet de fietsenstalling naartoe? En wij zijn van mening, op het moment dat je de pergola, dus de overkapping, weghaalt, zijn er meer mogelijkheden voor ontwikkeling. En dan kun je ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld wat minder beperkingen zijn. Dus wij zijn daar heel erg voor. Waar wij ook nog heel erg voor zijn, en dat hebben we ook ingebracht, maar het is een andere visie, en het gaat over de bereikbaarheidsvisie, is ervoor te zorgen dat er toch weer flitsparkeren komt, bijvoorbeeld in de Looienstraat. Er zijn heel veel bezoekers die even snel een boodschapje moeten doen. Of bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, er zit een gamba in de Janstraat, een visschaal op moeten halen. En ze willen ervoor zorgen dat ze dan even snel hun auto voor een half uur of een uurtje kunnen parkeren. En vervolgens weer weg zijn. Dus wij willen flitsparkeren in de Looienstraat, CQ Gele Rijdersplein, mogelijk proberen te maken. Vervolgens, maar dat is wel een wat lastiger onderwerp. Het wil niet zeggen, op het moment dat je een plein auto vrij maakt, wil niet meer zeggen dat er geen verkeer meer langs kan. Nee, want ik wou net zeggen, want er is ook bevoorrading nodig. Ja. Met een plein auto vrij te maken kun je ook zeggen, daar kan nog wel verkeer langs. En wij zijn er dan bijvoorbeeld ook voor om er een uitgang te maken naar het Gele Rijdersplein. Hoe zijn de contacten tussen CCA en de gemeente wat betreft het Gele Rijdersplein? Nou, in eerste instantie, wij doen dit niet alleen. Wij doen dit met alle andere stakeholders van het PBA, Platform Binnenstad Arnhem. En dat is VK, en dat is de vastgoedvereniging, de OK, Ondernemerscontact Arnhem. We doen het met de horeca, we doen het met cultuurnetwerk. We doen het ook met 6811 en dat is het bewonersplatform. Dus het is een overkoepelend orgaan waar we allemaal ervoor zorgen dat we contact hebben en bij de gemeente, laat ik het zo zeggen. Dus het platform Binnenstad Arnhem doet het met z'n allen. Dus het CCA alleen doet het niet. Ik denk dat het contact met de gemeente prima is, maar het is echt nog wel op heel veel punten voor verbetering vatbaar. En zeker wat betreft dit dossier. Dat had anders en beter gekund. Zoals? Kunt u een voorbeeld geven over hoe het anders kon? Ze wilden het plein smoel geven. Dat was een grote kop in de krant. En ze organiseren dan een middag voor iedereen op zaterdagmiddag. Het is een beetje gek dat de ondernemers op zaterdagmiddag vooral moeten werken. En zeker in de retail. Dan is zaterdagmiddag van essentieel belang. Dus als je wil dat alle betrokken partijen daar input leveren, moet je ervoor zorgen dat ook alle partijen op dat tijdstip kunnen. Dus dat was niet zo'n handige zet. Dat is één voorbeeld. En zo kan ik er meer noemen. Maar ik ga niet op allerlei voorbeelden in. We moeten vooral zorgen dat we een open proactieve samenwerking met de gemeente bewerkstelligen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon voor de onderlinge betrekkingen en het elkaar gunnen van ideeën natuurlijk wel een hele goede zet. Het is denk ik voor de draagkracht. En ook ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken is en dat er nu wel de juiste beslissingen worden genomen wat betreft het Gele Rijdersplein, van essentieel belang dat gebeurt. Wij zijn er als CCA al vanaf 2005, is het echt een hoofdpijndossier, noemen we maar. Het plein is uitgerookt, er zijn allerlei plannen ter tafel gekomen. Het is nu heel belangrijk en dat benadruk ik nog een keer, het is heel belangrijk dat er nu doorgepakt wordt.